Weet jij nog dat de profeet Samuel zo verdrietig was omdat de Heere niet meer wilde dat Saul koning zou zijn? Nu zegt de Heere tegen Samuel: Hoe lang zul je verdrietig zijn? Ik zal je naar Bethlehem sturen. Daar woont een man die Isaïe heet. Ik heb iemand van zijn zonen uitgekozen om koning te zijn. Vul je hoorn met olie en ga op weg. Maar Samuel zegt: Hoe kan ik dat nu doen? Als Sal erover hoort, zal hij mij doden. De Heere zegt: Neem een kalfje van de koeien. En zegt tegen de mensen: Ik ben gekomen om de Heere een offer te brengen. Nodig Isaïe uit om daarbij te zijn. En ik zal je laten zien wat je moet doen. Samuel doet wat de Heere vraagt. Als hij in Bethlehem aankomt. Schrikken de oudste van de stad? Bevend vragen ze: Komt u met vrede? Samuel antwoordt: Ja, met vrede. Ik ben gekomen om de heren een offer te brengen. Maak je daarvoor klaar en kom. Samuel nodigt ook Isaïe uit. Wanneer Isaï met zijn zonen aankomt, ziet Samuel de oudste zoon. Hij denkt. Die zal vast en zeker uitgekozen worden om koning te worden. Maar de Heere zegt tegen Samuel: Kijk niet naar hoe iemand eruit ziet. De Heere kijkt niet naar de dingen waar de mensen naar kijken. Mensen kijken naar de buitenkant hoe iemand eruit ziet. Maar de Heere kijkt naar het hart. De Heere kijkt ook naar jouw hart. Weet je wat Hij daarin wil zien? Hij wil zien of jij een hart hebt dat van hem houdt en dat hem wil gehoorzamen. Dan roept Isaï zijn tweede zoon. Maar Samuel zegt: De Heer heeft ook deze zoon niet uitgekozen. Dan laat Isaï zijn derde zoon zien. Maar Samuel zegt opnieuw: Nee, deze is het ook niet. Isaï heeft zeven zonen die hij aan Samuel laat zien. Maar elke keer zegt Samuel: de Heere heeft deze niet uitgekozen. Dan vraagt hij aan Isaï: zijn deze jongens alle zonen die je hebt? Isaï antwoordt: ik heb nog een zoon, de jongste, maar die is hier niet. Hij zorgt voor de schapen. Ja. Mensen kunnen denken dat jij niet belangrijk bent, maar dat geeft niks. Het gaat erom wat de Here van jou denkt. Nu zegt Samuel: "Stuur snel iemand om hem te gaan halen. We zullen wachten totdat hij hier ook is." Kijk, daar is hij. Hij heet David. Wat een knappe jongen om te zien. Dan zegt de Here: dit is de jongen die ik heb uitgekozen. Samuel neemt de hoorn met olie en zalft David tot koning. Daar zijn al zijn broers bij. Vanaf die dag maakt de Heere David klaar om koning te gaan worden. Ondertussen is Saul nog steeds koning. Hij is in zijn paleis. Maar kijk eens naar zijn gezicht. Heel vaak voelt hij zich helemaal niet fijn. Hij is boos. Zijn knechten zeggen: Er is een boze geest die u bang maakt. Laten we iemand zoeken die voor u op een harp kan spelen. Dan zult u zich vast beter voelen. De koning zegt: Dat is goed. Breng maar iemand bij me. En wat denk je? Een van Sal's knechten kent David. Nu wordt hij gevraagd om naar het paleis te komen. Elke keer als Saul zich niet goed voelt, gaat David op zijn harp spelen. Dat vindt de koning fijn. Hij vindt David een hele aardige jongen. Ondertussen gebruikt de Heere deze tijd om David klaar te maken om koning te worden. Zie je hoe de Heere werkt?